bij Treshouder Tank aan de Violier in de Haaksbergen. Nou, we doen eigenlijk mee omdat we de tuin werken zelf ook erg leuk vinden, maar ook om mensen enthousiast te maken, vooral de jonge lui. We zien toch steeds meer dat mensen allemaal tegels en stenen in hun tuin aanleggen. En dat is voor de natuur niet goed, voor de vogels niet en voor de afwatering zeker niet. We moeten toch voor zorgen dat we het water een beetje vasthouden. Jullie wonen midden in een woonwijk. Toch zo'n mooie tuin, hoe komt dat? Ja, het is was een vrij groot kavel. Dus we moesten wel iets van maken. Er waren oorspronkelijk 2 kavels, maar werd alleen maar aangeboren als 1 kavel. Dus daar hebben we wel even over nagedacht, want dat was natuurlijk wel een heel duur tuintje. Ja, toch iets moois van gemaakt. Ja. Waarom deze vorm? We hebben een vrij modern huis, maar we houden toch wel heel erg van het Engelse cottage stijl. Dus wat weelderig en wat uitbundig. Dus we hebben toch ontwerp laten maken en wat strakke lijnen, maar het wel een wat weelderige aanplanting. Nu kunnen mensen vandaag de tuin bekijken. Hoe zijn de reacties? Heel erg, mensen zijn heel erg enthousiast. En we hebben veel pluimpjes gehad. Je doet natuurlijk ook extra je best. Met de open dag maak je ook extra veel werk van, dus netjes. En dat het een beetje schoon en verzorgd uitziet. Ja, goed, het was afgelopen weken wel heel erg warm. En we hadden een heel nat voorjaar. Dus het onkruid dat ging vloog de pan uit. Dus er moest flink gewerkt worden. Maar dat geeft niet, dat doen we ook voor onszelf. En niet alleen voor de buitenwereld. Open tuinenweekend. Waarom doen jullie mee? Om het leuk te vinden dat je andere mensen ook de tuin kan laten zien waar je zelf je hele hem en hoon insteekt eigenlijk. En maar ik plant mooi vind. Alles wat bloeit is mooi. Ook al wie door heel veel wandelen, Nico en ik. En nou daar alles rondloopt, dan zilver van alles. En dan zeg ik van, oh, daar wil ik ook in de tuin nemen. Wat voor tuin hebben jullie precies? Ik zal niet weten hoe je me omschrijven moet. Wie vindt de tuin, wie houdt van open. Niet van gesloten, wie houdt van open tuin. Bloeiende tuin. Maar om dat ding te omschrijven. Geen idee. Ja, ik ga ergens kijken en dan zie ik een mooie plaat. En dan denk ik van, oh, dit moet ik het nooit ook hebben. En als ik dan weet dat het een budget is, dan maak ik dan een foto van. En ik nooit ga kijken van, wat kan ik denken om. En dan geeft een tuin in. En dan moet ik dan een stekje vervinden. En dan hoop ik dat ik door gewoon deur. Deur het toch niet gehoord, dan geeft het van, joh, nou een allemaal ook. En zo geeft het eigenlijk een beetje. Deze tuin is nog niet zo heel oud, hè? Want er hangt een manquette dat jullie hem laatst nog helemaal gerenoveerd hebben. Ja. Hij is in 2019 eigenlijk helemaal op de kop gegaan. Na het bouwen van een andere schuur en de sloop van een oude schuur was het één grote wildernis. Toen is er met groot materieel is de grond omgeploegd en omgezet en uitgezet naar gezond en bodders en nieuwe aanplant. Hadden jullie toen een plan gemaakt of dacht je van nou ik zie wel? We zien wel. Er stond nog een schuur door toen de plant geboren is zeg maar. En toen hebben we eerst dat die weggehaald. Toen hebben we de nieuwe borden aan gelegd, deze, die en die en de achterin. Maar er stond achterin, vorig jaar, nog een hele grote waterkuil, zeg maar. En met een hele grote rand met zand en zo. En dat was alleen maar onkruid, dat kon niet onderhand. En toen zei van wie god, dat water gaat dichtgooien. En toen is dat laatste stukje ontstaan, helemaal achterin. Dus allemaal nieuwe aanpoot van in het voorjaar, zeg maar. Ja, ik praat een beetje half in plat en Nederlands duur elkaar. Ik kan er ook niks aan doen, gebeurt gewoon. Hoe zijn de reacties dit weekend? De meeste mensen vinden het prachtig. En de smaken verschillen. Je hebt altijd mensen die zeggen van, het is niet mijn smaak. Maar de meesten vinden het mooi. En vooral het ruimdenken. En de groene uitstraling. Ondanks de bepaalde periode van droogte is het toch redelijk groen. En het begint te bloeien. Ja. En iedereen is blij? En iedereen is blij. Ja, mooi, zien, mooi weer. Ja. Sorry. Ja, ik heb een broer en een zus in en die zorgt een beetje voor de catering, hè? Dat weet je waar, dat is gezellig. Maar dat hebben we vaker hier. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dat zullen we zeker doen. Dankjewel.